van harte welkom bij dit nieuwe zondagmiddagmoment. Wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Marije Vermaas en ik ben geestelijk verzorger bij Stichting Sprank. Ik kan jou niet zien, dus ik weet niet wie jij bent. Maar misschien zitten er wel mensen om je heen aan wie je even kunt voorstellen of even kunt groeten. Hallo zeggen. We zijn vandaag bij elkaar en we mogen weten dat ook God erbij is. Als we gaan lezen uit de Bijbel, gaan bidden, gaan zingen, dan mogen we weten dat God zegt dat Hij dan in ons midden wil zijn. En als symbool daarvan steek ik zo meteen de kaars aan, dat Jezus zegt dat Hij het licht van de wereld is. En daarmee, als we de kaars aansteken, gaat dus ook echt een lichtje aan, als teken dat Hij erbij wil zijn. Misschien heb jij ook wel een kaars klaargezet, dan kan je die nu ook aansteken. De kaars brandt. We mogen weten dat God in ons midden is. En Hij wil jou groeten met genade en vrede. Genade betekent dat God goede dingen met ons voor ogen heeft. En vrede, shalom, betekent dat Hij wil dat we tot bloei komen. Dat wenst Hij ons toe. Er zijn ook hele mooie liedjes van die je samen zou kunnen gaan zingen of gaan luisteren. Dan kun je de video even op pauze zetten en daarna verder kijken. We gaan het vandaag hebben over de boom die aan het water geplant staat. De vorige keer, toen hadden we de tempel laten zien op de kijktafel. Of had ik nagebouwd. En dan zag je dat uit de tempel steeds meer water kwam. Daarnaast stonden allemaal bomen. En nu gaan we het hebben over een psalm waarin staat dat als je luistert naar God, dat je bent als zo'n soort boom die aan het water van God staat eigenlijk. Die gevoed wordt door dat water, die kan drinken van dat water en daardoor vruchten draagt. Ik ga lezen uit Psalm 1. Dus je kan je Bijbel, als je die hebt, ook erbij pakken en dan kan je met me meelezen. Of je kunt naar het scherm blijven kijken. Psalm 1. Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte mensen spot met God, dan doet Hij niet mee. Maar Hij is blij met de wet van de Heer. Daar is Hij dag en nacht mee bezig. Het gaat altijd goed met Hem. Hij lijkt op een boom aan het water. De boom geeft vruchten, ieder jaar opnieuw. En zijn bladeren blijven altijd groen. Wauw, je zou maar zo'n boom zijn, die vruchten geeft elk jaar opnieuw en dat je bladeren altijd groen blijven. Op de kijktafel zie je hele mooie groene plantjes staan. En die plantjes zijn in de aarde gezet. Dus dat betekent dat ze wortels hebben. En via die wortels drinken ze water. Dus elke keer geef ik ze een klein beetje water en dan blijven die blaadjes mooi groen. Maar je ziet ook op de kijktafel dat er bloemetjes staan die geen water hebben, want ze hebben ook geen wortels. Ze kunnen niet meer drinken. En daardoor zullen ze eigenlijk heel snel doodgaan. Het gaat niet goed met ze. Op een gegeven moment worden de blaadjes bruin en dan moet ik ze weggooien. Maar de plant, de bomen die staan aan het water, die elke keer weer gevoed worden door dat water, die komen tot bloei. En zelf staat er dan in die psalm dat die bomen dan vruchten gaan dragen. Hele mooie, nou ja, je kent vast wel bomen die vruchten hebben, zoals een appelboom of peren. Die kun je zo lekker eten. En die zorgen er ook weer voor dat je geen honger meer hebt en dat je lekker kunt genieten van een appeltaart bijvoorbeeld. Of een lekker perensapje. En eigenlijk staat er dan hier in die psalm van David dat wij zijn als zo'n boom met vruchten als we doen wat God van ons vraagt. Als we lezen uit zijn woord en als we, het is uit de Bijbel, als we bidden, als we de goede dingen doen, dan worden we gevoed door dat water, door die liefde, door die geest van God en daardoor komen er goede vruchten aan ons. Zoals die peren en die appels. Wij worden natuurlijk niet een appelboom, maar we gaan goede dingen doen. En misschien kun je daar met elkaar over nadenken, wat is nou dan een goede vrucht? Op de jaarkalender kun je daar ook een heel mooi item over, of een heel mooi blaadje over vinden. De vrucht van de geest. Welke vruchten zijn nou goed? En we kennen daar ook een liedje van.
Dus dat liedje kun je met elkaar luisteren. We hebben net gelezen uit Psalm 1 dat als we luisteren naar Gods woord, dat we zijn als een boom geplant aan het water die steeds weer opnieuw vruchten geeft. Zijn we niet een afgeknipte tak die doodgaat, maar we geven juist elke keer weer zijn de blaadjes groen, komen de vruchten. En op de kijktafel zie je ook de levensboom staan. En misschien heb je hem zelf al gekregen of heeft een van je medebewoners hem gekregen. Als je 25 jaar bij Sprank bent, dan krijg je die boom uitgereikt. Dan krijg je die boom. Omdat we hopen dat jij ook bij je tijd bij Sprank, dat je daarin tot bloei mag komen. Dat je je mag laten voeden steeds weer door dat water van God als een boom. En dat we Sprank daar jou ook bij wil helpen. Om steeds weer van God te leren. Laten we God daarvoor bedanken. Heer, we willen u bedanken voor uw woord, waarin we steeds weer dingen kunnen leren. Dat u ons ook vertelt wat goed leven is en hoe we dan ook goede vruchten kunnen dragen. Dat we goede dingen kunnen doen. Dat we liefdevol zijn en trouw. Heer, wilt u ons ook steeds weer helpen om ons te laten voeden, dat we steeds weer mogen leren van u. Uit uw Bijbel, van de liederen of van het samen bidden. En dat we daardoor ook echt tot bloei mogen komen. Dat we mogen worden zoals u ons heeft bedoeld. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. In Jezus' naam. Amen. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van dit zondagmiddagmoment. En misschien kun je nog met elkaar napraten over wat jij dan denkt als wat goede vruchten zijn. Maar ook hoe laat jij je dan voeden steeds weer door Gods woord? Wat vind jij fijn? Vind je het fijn om naar de kerk te gaan? Of juist om te lezen of om te horen? En als je nou daar een keer iets over aan wil vertellen, dan mag je mij natuurlijk ook via de begeleider of via iemand anders, kun je mij een berichtje sturen, want ik ben heel benieuwd. Ik zijn aan het eind gekomen en dan mag ik je de zegen geven van God. Wees gezegend in naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Tot de volgende keer.